Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben hier samen met Blondie. Het gaat vandaag over Blondie en mij, de band tussen ons. Ik ga vandaag een paar onderwerpen aansnijden en daar iets over vertellen hoe ik de band met mijn paard, met Blondie, heb verbeterd. Ik heb met Blondie in de tijd dat ze een blessure had echt heel veel gestapt ernaast. Stappen aan de hand heb je, je hebt wandelen aan de hand en je hebt sjokken aan de hand. Sjokken aan de hand, daar doen we niet aan. Dat is stilstaan en dan weer een paar pasjes vooruit, weer stilstaan, weer een paar pasjes vooruit. Daar hebben we niet zoveel aan, maar Blondie en ik hebben zeker wel eens gewandeld. Gewoon lekker wandelen met een los lijntje en dan ondertussen even knuffelen en dan weer verder lopen. Je hebt natuurlijk ook gewoon stappen aan de hand en dat is echt werken aan de hand. Maar dat je wat meer aan het doen bent. Dus je hebt stappen aan de hand en werken aan de hand. Werken aan de hand. Daardoor kan je dingen op de grond zorgen dat ze beter is. Oefeningen doen. Ik heb samen met Anneloes 2-3 lessen gehad voor werken aan de hand. Samen met Daan natuurlijk ook. Daar heb ik heel veel van geleerd. En daardoor wil je niet per se het vertrouwen, maar weet je hoe Blondie op dingen reageert als je er zelf niet op zit. Zoals je nu ziet, kunnen we even knuffelen, tussendoor even stilstaan en dan weer knuffelen. Nou, dat is natuurlijk niet echt stappen aan de hand, meer sjokken aan de hand en dan soms even knuffeltjes. Daardoor zijn Blondie en ik wel wat meer naar elkaar toegegroeid. Poetsen doen we natuurlijk allemaal om paard schoon te houden. Poetsen kan ook heel hecht zijn. Ja, Blondie die heeft soms gewoon van die lekkere plekjes en dan gaat ze in mijn arm hangen. Ja? Ja. Ja. Allemaal knuffeltjes, lekkere plekjes. Schattig. Dan heb je ook nog iets als niets doen. En gewoon in stal zijn, in de wei zijn, erbij zijn. Soms heb ik niet zoveel te doen of moet ik wachten op mama. En dan ga ik gewoon met Blondie in de stal spelletjes spelen of zo. Of ga ik gewoon zitten en naar haar kijken. En dan kijkt ze me echt aan van wat doe jij nou weer? Blij zijn met je paard, blij zijn dat je hem hebt. En soms gewoon even paard aanstaren. Kan ook wonderen doen. Ook je eigen gevoel kan een rol spelen hoe het gaat tussen jou en je paard. Als ik me naar voel, rot voel, dan voelt Blondie dat aan en dan soms kan ze het goed hebben en op andere momenten gaat ze met mijn gevoel mee. Dus de ene keer maakt ze mij weer blij en de andere keer zijn we allebei twee chagrijnige dames. Als ik me naar voel, dan kan Blondie dat heel goed meedoen. Dat klinkt heel fout. Het is wel zo. Blondie, die, ook als ik aan het rijden ben en ik voel me slecht, dan gaat het ook wat minder goed. Want ik moet dan heel erg mijn best doen om niet mijn irritaties op Blondie te uiten. Maar het lukt me tegenwoordig wel redelijk. Als je bijvoorbeeld denkt aan wedstrijdstress, dan heb je stress, dan breng je over op je paard. En dan ligt het allemaal aan je paard dat het fout gaat. Het ligt niet aan je paard, het ligt aan jou. Want als jij je slecht voelt, paard die speelt er heel erg op in. Paarden zijn heel erg emotioneel. Als je op je paard gaat rijden en het lukt niet, je wordt chagrijnig, je hebt het gevoel ik wil echt hem slaan, stap af. Begin morgen weer opnieuw. Soms heb je ook dat de paard iets eng vindt. Dan kan je er heel boos om worden, maar dat heeft niet echt veel nut. Dan is het verstandig om bijvoorbeeld iets van schriktraining te doen. Blondie die is ooit van de trailer afgevallen, was mijn schuld. Toen hebben we heel veel schriktraining gedaan met de trailer. Toen heeft ze meegedaan met een project van een studie. Heb ik heel veel gedaan en zijn we eigenlijk bijna iedere dag wel gaan trailer laden. En nu loopt ze er zo op. Of bijvoorbeeld ze heeft een grote bladerenangst gekregen. Nou ja, op een gegeven moment ging het ook wel over omdat we vaak langs zijn gereden. Daar hebben we laten kijken, niet boos op haar geworden. En daardoor ging ze het niet associëren met iets engs, maar met iets goeds. Dan heb je ook nog iets met band verbeteren als je paard ziek is. Als hij bijvoorbeeld op een kliniek staat, dan is het ook belangrijk om gewoon langs te gaan. Want je kan ook denken, nou ja, als het op een kliniek wordt goed verzorgd. Nee, je paard die is gewend aan jou. En als die dan ineens in een vreemde omgeving komt met vreemde mensen, nou ja, paarden kunnen daar meestal niet zo goed mee omgaan. Blondie die raakt al een soort wiewoe als de buurman verandert. Dus dan is het altijd wel fijn om langs te gaan bij je paard, om toch de band bij elkaar te houden, dat je paard weet dat het goed komt, dat je er gewoon altijd voor je paard bent. Bij Boris bijvoorbeeld, die moesten we laten inslapen door coliek. Daar ben ik tot het laatste moment erbij gebleven. Was misschien niet mijn eigen paard, maar ik heb daar zoveel mee gedaan. Toen het afgelopen half jaar, totdat hij er niet meer was. Dat ik tot het laatste moment erbij ben gebleven toen hij ingeslapen werd. En dat ik toen ook nog even mijn tijd heb genomen om afscheid van hem te nemen. Dat je toch nog tot het laatste moment voor je paard erbij kan zijn. Blondie en ik willen jullie heel erg bedanken voor het kijken en het luisteren naar mijn verhaal. En dan zie ik jullie heel graag volgende week weer bij een nieuwe video. Doeg!